Hi! In deze video gaan we het hebben over de XS100T rook- en hittemelder van Honeywell. Ten opzichte van de XS100 combineert deze rook- en hittemelder met thermische en optische sensoren voor een snellere reactietijd en minder valse alarmen. Want veiligheid in huis is ontzettend belangrijk. Onder andere hitte, koolmonoxide en rookmelders zijn melders die voor verschillende situaties in uw huis geplaatst moeten worden. De multicriteria rook- en hittemelder is uitermate geschikt voor gangen en trappenhuizen, omdat deze de opbouw van hitte kan detecteren in smalle of hoge ruimtes waar rook de melder mogelijk niet bereikt. De rook- en hittemelder heeft een snelle responstijd en bij de detectie van rook geeft de melder een luide sirene met een geluidssterkte van 85 decibel, berekenen op een afstand van 3 meter. Bovendien geeft de melder duidelijke lichtsignalen die vanuit iedere hoek te zien zijn. Die biedt ondersteuning aan personen met bijvoorbeeld gehoorproblemen. De indicatielampjes hebben verschillende kleuren en functies. Rood is voor het alarm, groen is voor de voeding en oranje voor een storing. Met behulp van een grote knop kunt u de storing of het alarm stilzetten of de melder testen. Verder heeft de rook- en hittemelder een ingesloten lithiumbatterij met een levensduur van 10 jaar. Hierdoor zit u niet vast aan een 230 volt stroompunt in uw woning en kunt u de melder flexibel plaatsen. Tevens beschikt de melder over een ingebouwde automatische zelftest die om de 10 seconden alles controleert. Deze rook- en hittemelder heeft daarnaast een aantrekkelijk design, waardoor de melder goed in uw interieur integreert. Hij beschikt over een laag profiel en een gebogen oppervlak, waarbij de LED's verborgen zijn. Wilt u nou meerdere melders uit de X-series van Honeywell met elkaar koppelen? Dan kan dat met de draadloze module X200 die achterin de melder te plaatsen is. Voor een verhoogde beveiliging kunnen alle X-serie toestellen draadloos met elkaar verbonden worden tot één alarmsysteem. Als één melder geactiveerd wordt, zullen automatisch de andere melders in het netwerk geactiveerd worden en de bewoners waarschuwen van een probleem ergens in de woning. Ideaal voor grote woningen en meergezinswoningen. Het maximum aantal melders dat kan worden toegevoegd is 32. Indien aanwezig, gebruikt de module het blauwe indicatielampje voor op de melder. Hoe monteert u deze rook- en hittemelder nou precies? Deze melder is eenvoudig te monteren met behulp van de bijgeleverde montageplaat. Deze montageplaat schroeft u vast tegen het plafond met de meegeleverde schroefjes en pluggen. Vervolgens schuift en klikt u de rookmelder vast in de montageplaat. De montageplaat is daarbij zelfvergrendelend en is alleen maar te verwijderen met behulp van gereedschap. Wilt u nou in de toekomst meer video's van ons bekijken? Dan kunt u zich hier abonneren op ons kanaal. Bent u nou geïnteresseerd geraakt in dit product? Klik dan op de link in de beschrijving en kijk voor deze rook- en hittemelder, maar ook voor andere brandveiligheidsproducten van Honeywell, op elektrotaalmarkt.nl.